Heeft de gemeenteraad vragen over de coronamaatregelen die door burgemeester en wethouders zijn getroffen? Reclamebeleid, meer of minder regeltjes en wat gebeurt er met de Berkenpoort? Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. De gemeenteraad wordt al een aantal weken op de hoogte gehouden door burgemeester en wethouders over de maatregelen die worden getroffen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar nu kregen ze in de gemeenteraad de gelegenheid ook om vragen te stellen. En dat gebeurde zoals dat nu gaat, op een digitale manier. Ik hoop dat ik ook in beeld kom. Even kijken. Ja, misschien dat iedereen het beeld alvast even, voordat u aan de beurt bent, heeft aangezetten. 12 politieke fracties en ze hadden allemaal vragen. Een aantal vragen kwam bovendrijven. Eén daarvan, hoe zit het met de beschermingsmiddelen, met name in de thuiszorg en in verzorgingstehuizen? Op dit moment is er sprake van dat dat voldoende is. Landelijke beeld en ook het internationale beeld blijft dat dat een issue is. Er is een soort rat race gaande over de hele wereld om een beroep te doen op die persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat wordt gecoördineerd via het ministerie van VWS. En wij doen daar in elk geval ons best voor om in onze veiligheidsregio zoveel mogelijk van die persoonlijke beschermingsmiddelen voorhanden te hebben. Op dit moment is daar geen acuut probleem. Maar het blijft wel iets wat we echt scherp in de gaten moeten houden en wat uit deze crisis een les zou kunnen zijn om in ons eigen land ook persoonlijke beschermingsmiddelen makkelijk voorhanden te kunnen hebben of te kunnen produceren. Een vraag die niet alleen raadsleden bezighoudt, maar met name ook Dordtenaren zelf. Wat gaat er gebeuren met de weekmarkt? Er zijn ongeveer 50 tot 60 steden in het land die geen markt nu organiseren. Dordrecht is daar één van, evenals Rotterdam, met wie we ook nou samen optrekken, omdat we in één politieeenheid zitten. En die markt in Dordrecht is zo'n grote markt dat het vrijwel onmogelijk is om die in te richten volgens de normen van het RIVM en het geen aantrekkelijke magneet voor mensen te laten zijn. En daarom heb ik me ook in het RBT, in het regionaal beleidsteam, door alle kolommen, inclusief de medische kolom, maar ook de hulpdienstenkolom, laten overtuigen van het feit dat we die in Dordrecht tijdelijk niet zouden moeten hebben. Hoe treurig dat ook is en hoe fijn we normaal gesproken ook de markt met elkaar vinden. En natuurlijk ook de vraag, wat gaat die coronacrisis allemaal kosten? Wat betekent het voor, voor de gemeentebegroting? Burgemeester het net ook over had. Een beetje gekanteld in uw beeld. Okay. Ja, is dat zo? Nou, dan gaan we hem even kijken. Ja, dat is beter. Dat is beter. Kijk. Excuus. We hebben op 21 april een commissievergadering staan. Die ingaat op de lange termijn financiële uitdaging die we al hadden liggen. Rondom de oplopende kosten voor het sociaal domein. En we willen die discussie ook vooral even los van alle corona-effecten met elkaar voeren. En daarbovenop in scenario's en in daadwerkelijke ontwikkelingen rondom de kosten rondom de corona maatregelen en effecten met elkaar te bespreken. Dat doen we nu wekelijks ook in de organisatie door op te halen bij alle opgaves van wat zien we voor effecten. Dat inderdaad gewoon goed inzichtelijk te maken, zodat we ook goed op tijd bij het Rijk kunnen aankloppen van jongens, kijk, dit is wat het effect is en we verwachten daarin ook vanuit het Rijk voldoende compensatie. We hadden ons er zoveel van voorgesteld. 2020, 800 jaar Dordrecht, allerlei festiviteiten die zouden worden georganiseerd, evenementen die zouden plaatsvinden. Maar goed, dat gaat dus niet gebeuren. Ik vroeg aan wethouder Sleking wat het betekent voor bruisende binnenstad en voor het cultuurklimaat hier in de stad. Het is een bizarre tijd waarin we zitten. Los van alle persoonlijke drama's, persoonlijke leed. Dus je ziet hoe het nu met ondernemers gaat, wat een bruisende binnenstad nu had moeten zijn. Het is een bijna verlaten binnenstad. En het jubeljaar, ja, dat wordt helaas niet het jubeljaar wat we hadden verwacht. Er moeten heel veel evenementen, ook wijkactiviteiten, die worden geannuleerd. Ja. Of een stukje doorgeschoven, of naar volgend jaar. Ja, of het gaat niet meer lukken. Een heel belangrijke activiteit gepland in het kader van 800 jaar Dordrecht. De Albert Cuyp tentoonstelling in het Dordrecht Museum. Dat zou een klapper moeten worden. Hoe staat het daarmee? Ja, verschillende keren al over gesproken met directeur Peter Schoon. Die keek natuurlijk ook heel zorgelijk sowieso onder de hele voorbereiding, want er moesten heel veel werken komen uit Engeland. Engeland geeft die werken op dit moment niet vrij. Dus mijn persoonlijke verwachting is dat die Cuyp tentoonstelling dit jaar niet meer doorgaat.
dat het geheel na volgend jaar wordt getild. Vanzelfsprekend zijn we van week tot week in overleg met de vertegenwoordigers van onze culturele voorzieningen. We hebben 10, 15 jaar gewerkt om een fantastisch aanbod aan culturele voorzieningen in onze stad te realiseren. Dat heeft de stad ook een enorme boost gegeven. En wat we echt willen voorkomen is dat die voorzieningen straks verloren gaan. Dus we zullen echt alle zeilen moeten bijzetten. Gebruik maken van landelijke regelingen, van wat we lokaal kunnen doen. Maar vervolgens ook kijken wat er nog voor maatwerk extra nodig is. Om onze zeer gewaardeerde voorzieningen in stand te kunnen houden. Daar ga ik me wel hard voor maken als wethouder cultuur. We hebben tenslotte ook de beschikking over een enorme pot met geld, de Eneco-gelden. Ik zeg niet dat we dat nou allemaal naar de cultuur moeten gaan overhevelen. Maar we zijn wel, volgens mij wel in staat om met elkaar een aardig aantal klappen op te vangen. Om te voorkomen dat het economisch helemaal in elkaar dondert. Maar ook dat onze culturele voorzieningen in het water vallen. Om wildgroei van allerlei reclameuitingen, met name in de binnenstad, tegen te gaan. Die zou namelijk het straatbeeld kunnen ontsieren. Heeft het college de afgelopen tijd gewerkt aan een reclamebeleid. Het principe van het reclamebeleid is dat ondernemers, winkeliers, vergunning zouden moeten aanvragen voor hun reclameuiting. En die vergunning zou gepaard gaan met allerlei regeltjes waaraan reclame wel of niet zou moeten voldoen. Het gaat om ongeveer 60 gevallen per jaar is berekend. En daar willen we echt aan de voorkant met een vergunningplicht toetsen of reclames al dan niet passen binnen ons historische stadsbeeld. Het voorstel van het college is het invoeren van een extra vergunning en belasting van €265 voor ondernemers die reclame voeren op hun winkel. Het druist in tegen onze liberale principes en hoe wij denken om te gaan met ondernemers. We willen juist die handhaving aan het eind zien te voorkomen, maar aan het begin duidelijk maken van dit kan wel, dit kan niet. Dan weet de ondernemer ook waar die aan toe is. ChristenUnie die zei vooral van nou die reclameuitingen die moeten ook vooral kies blijven. Reclame suggereert doorgaans dat je geluk of je leven beter wordt door aanschaf van product of dienst die wordt aangeprezen. En daar wringt zich wat ons betreft toch de schoen als het gaat over reclames die aanzetten tot overspel of die een vrouw vooral neerzetten als lustobject. We hebben landelijke regelgeving waarin reclames in Nederland worden getoetst. Dat vinden wij eigenlijk voldoende. En we hebben alle respect voor de levensovertuiging van de fractieleden van ChristenUnie en SGP, maar ook van andere raadsleden overigens. Die gewoon vanuit hun eigen levensovertuiging vinden dat dit soort reclames eigenlijk niet in het openbaar gebied geplaatst zou moeten worden. Het amendement van de VVD wordt in stemming gebracht en dat gebeurt door een digitale stemming. Ik wil graag beginnen bij mevrouw Jager. Dank u wel, voorzitter. Ik ben voor dit amendement. Dank u zeer. Dan kom ik vervolgens bij de heer Van der Klauw van Beter voor Dordt. Dank u, voorzitter. Tegen. Dank u zeer. De heer Van der Klauw is tegen. Dan kom ik bij de heer Sooy van Beter voor Dordt. Tegen. Het amendement van de VVD heeft het duidelijk niet gehaald. En vervolgens wordt de motie van de ChristenUnie in stemming gebracht over al dan niet kiesreclamebeleid. Voor waren de leden Sooy, de Boer, de fractie ChristenUnie-SGP. De heer Van Leeuwen was voor. De fractie CDA was voor en de overige leden fracties tegen. En daarmee is dus motie M2 verworpen. De voorstellen van de VVD en de ChristenUnie hebben het dus niet gehaald. En dat betekent dat het college ongewijzigd aan de slag kan gaan met haar reclamebeleid. En dan de Berkenpoort, dat leegstaande pand aan de Voorstraat. Vroeger een cultuurcentrum, nu leeg. Eigendom van de gemeente, die wil het heel erg graag gaan verkopen in de openbare verkoop. Maar ondertussen is er ook een burgerinitiatief dat daar graag iets van gaat doen en er al 3 jaar mee bezig is. Het college kiest er toch echt voor om het pand te verkopen in de openbaarheid. Wat voor mij voorwaarde is geweest en blijft, is dat het historische deel van de Berkenpoort openbaar toegankelijk moet blijven. Nu en in de toekomst, want het gebouw is veel te waardevol om een gesloten karakter te gaan krijgen. De voorkant van de Voorstraat is wat anders. Dat kan gewoon eventueel een horecafunctie krijgen, al dan niet gecombineerd met het zaaltje wat er nog achter zit. Ik sluit ook niet uit dat er een integraal initiatief ontwikkeld gaat worden, waarin dit soort combinaties van functies ook mogelijk gemaakt moet worden.
Maar ik vind het wel fair om gewoon, als je besloten hebt om dit gebouw te gaan afstoten, om gewoon iedereen de gelegenheid te geven om hier met een mooi plan voor te komen. Het was eigenlijk al vanaf het begin af aan duidelijk dat er een meerderheid was voor het volgen van het collegestandpunt openbare verkoop van de Berkenpoort. Oppositiepartijen als de SP probeerden zich nog hard te maken samen met fractie Jager om via een amendement misschien toch nog een mogelijkheid te bieden voor het burgerinitiatief. Dat mislukte. En vooral GroenLinks en Irene Koenen van Gewoon Dordt waren gewoon boos op de manier waarop het burgerinitiatief is behandeld de afgelopen jaren. Op zich zijn we wel voor de vrije verkoop van panden. Maar er is hier een beetje gesold met een burgerinitiatief. En waar ook al ja, toch wel min of meer indirecte toezeggingen zijn gedaan. Dus ik vind het een staaltje van slecht verwachtingsmanagement. Het is niet de eerste keer overigens dat dit gebeurt. En ik denk dat we daar toch wel eens een keer wat meer aandacht voor mogen vragen, ook voor toekomstige procedures. Als je als overheid besluiten gaat nemen in deze snelheid, wat in principe prijzenswaardig is, maar waaraan voorafgaand 3 jaar van onzekerheid is geweest voor initiatiefnemers, ik dat gewoon echt ontzettend slecht vind voor het vertrouwen in de gemeente, in de politiek en eigenlijk ook bijna gênant vindt dat we niet eerder tot een besluit hebben kunnen komen. En dat er nu dan als conclusie getrokken wordt dat we maar tot verkoop over moeten gaan en dat het een gelijk speelveld moet zijn. Boos of verontwaardigd over het niet slagen van dit burgerinitiatief door een college dat misschien wel verwachtingen heeft opgeroepen, maar niet heeft waargemaakt. Daar hebben we niet zoveel aan. Er komt een openbare verkoop van het pand. En dat betekent dat het initiatief van Daantje nog wel degelijk kans heeft door gewoon mee te dingen. De kans is er niet groter op geworden, maar het kan nog steeds. We gaan het volgen in de toekomst. Dit was in ieder geval nu rechtstreeks uiteraard. Tot wie weet.